Kijk, Nederland is heel beperkt. Hè? Het is ook heel klein. Het wereldje wat hier de dienst uitmaakt is zo eng. Dan heb je er echt grote talenten in de rondte. Echt mensen die echt het kunnen, hoor. Maar die daardoor niet verder komen. Mede. Nederland is te klein. Nou, nee. Het is te plat. Jan Akkerman, de bijna legendarische gitarist. Samen met Casimir Lux, Pierre van der Linden en Thijs van Leer speelde hij onder andere in Brainbox en Focus. Hij lijkt zich met gitaar en computer te willen verstoppen op het wel zeer platte Friesland. Jan Akkerman heeft zo zijn keuzes gemaakt. Voordat hij voor een langdurige periode naar Amerika vertrok om een tour met onder andere Sting te gaan maken, hadden we een onderhoudend gesprek met een man die ooit werd uitgeroepen als 's werelds beste gitarist. Wel het negatieve wat er achter weg is gekomen, dat wel. Dwars gezeten omdat het me goed heeft gedaan. Dus nummer 1, verkiezingen in Engeland en toestanden. Daar heb ik meer last van gehad dan gemak. Ik krijg wel langer en meer een hekel aan mensen. Het is toch zeer eervol? Uiteindelijk wel. Maar het is natuurlijk door het slijk heen gehaald. En ik heb er zelf, mijn leven hangt ook zo'n beetje van schandalen aan elkaar af en toe. Maar snap je? Op een gegeven moment dan pakt dat je op een achtelijke manier. Je kunt daar niet schijnbaar recht doorheen blijven lopen. Ik heb dat wel gedaan, hoor, want uiteindelijk heb je toch schijt en alles. Maar dan is het enige wat telt, is wat er uit je handen komt. Ik heb ook 2 Edisons gekregen. 1 voor het zitten blijven en 1 voor het opstaan. Snap je wel? Nee. Leg eens uit. Vertel eens. Nou, in 73 met Focus ben ik een keer weggelopen van Gang aan op de disc. En in 75 kwam ik met een gitaartje in bed, LP uit. En daar kreeg ik ook een Edison voor. Nou, gestopt ben ik nooit helemaal, maar wel echt van, ja. Ja. Is dat vanwege de muziek of is dat van... Nee hoor, niet vanwege de muziek, vanwege de poespas eromheen. Ja. Al wetende niks weten, zogenaamde critici. Daar heb je natuurlijk wel mee te maken, hè? In dat rock, pop, hoe je het wil noemen, commerciële wereld. Dat,
zootje van die fietsenmakers in de rondte die over jouw rug iets ooit zijn geworden en dan naderhand zo groot zijn geworden dat ze niet meer onder hun haar passen of het beter weten dan degene die het zelf doet. Nico van der Linden die was laatst in de Lamar geweest bij me, in september. Die zegt, ja, ik snap het nog steeds niet. Die noten die dus nergens vandaan komen, als je begrijpt wat ik bedoel. Tja, dat zijn dan mijn oplossingen, zoals ik dat hoor. Dat noemt hij noten die dus helemaal nergens vandaan komen. Dat is dan mijn stijl. Ja, ik weet het niet. Het is natuurlijk leuk als het... Als je natuurlijk alle vliegen op zo'n blad papier mee kan spelen, dat is natuurlijk hartstikke grappig. Maar ik ga liever uit van wat ik hoor. Ja. Dus jij improviseert eigenlijk elk moment dat je speelt? Ja. Binnen een raam natuurlijk, binnen een kader. Anders improviseer je jezelf de lucht in natuurlijk. Maar die heb je er ook bij. Ja. Pierre bijvoorbeeld vindt het weer hartstikke leuk, dat noemt hij vrij. Brainbox was meer een creatieve groep. En dat kwam ook mede door Pierre van der Linden. Die drummer waar ik ook mee in de Cellarockers speelde, was weer voor de Hunters. Hoe heette die groep? De Cellarockers. Ook een Amsterdamse groep? Ook een Amsterdamse groep, ja. Die repeteerde gewoon met mijn ouders in de kelder. En Pierre die had het toen ook al over bebop. We oud waren, 12. We wilden Coltrane en dat soort geiten. Erik Dolphy en Sticky Puffer achter in de klas. Je kent dat wel. Qua jongens bent. Ja, dat was authentieke rock'n'roll weer. En de Hunters was gewoon een top 40 orkest. En gewoon gezellige jongens uit de buurt en niet moeilijk doen. Ja, bedoel ik zo'n stuk als Scarborough Fair arrangeren, dat vond ik leuk. En ja, dat is eigenlijk ook de eerste, voor mijn idee hoor, de eerste kruipende bewegingen richting blues eigenlijk. En dan kwam ook mede weer door Cas. Ik was altijd vreselijk in geïnteresseerd. Blues vond ik schitterend. Maar ik ben toch weer meer van achtergrond van Django opgegroeid en dat soort dingen. Maar ja, het proces is altijd heel langzaam. Veel te langzaam allemaal, maar goed. Maar wat namen jullie bij Brainbox als uitgangspunt? Wat voor muziek moest dat zijn? Dat moest helemaal geen muziek zijn. Dat was gewoon puur... muziek die op dat moment helemaal niet eens gespeeld werd. Gewoon vier van die snotapen en tetteren. Wat speel je bijvoorbeeld? Zo'n tekst van Cas ook, A Man, A Room. Een liedje over zelfmoord en zo. Ja, god. Ik vond het nogal zwaar. Ja, maar voor zo'n jongen om daar al op te komen, dan vond ik toch wel iets hebben, ja. Dostojevski-achtige jeugdpaast. Wat voor akkoord ik gebruikte? Nou, gewoon drie akkoorden blues. Baby, I love you sowieso. Gewoon op één akkoord. Een bekende werk gewoon. En dat is dan Dark Rose uit ontstaan. Dat soort fratsen, dat viel dan ineens op zijn plaats. En Pierre was de drummer die dat meteen ritmisch oppikte. Ontzettende motoriek samen. Dat was gewoon, ja, vond ik uniek. Ja, dat is een van die momenten waar je weet, exact weet wat je met het goede bezig bent, op de goede plaats en in de goede tijd. Dat is een soort besef van de synchroniteit met de tijd waarin je leeft. Heel gek.
Er zijn dus al die dingen die je dus opspaart eigenlijk door de jaren heen. Die, of opspaart, ja, hoe noem je dat nou? Het is natuurlijk geen bank van lening. Maar die indrukken die gaan zich vertalen in een andere vorm. Het evolueert, het transformeert zich. En je gaat in een andere opstelling werken dus. Zoals met de Hunters waren twee gitaren, bas en drums. En twee jongens die zongen. Rainbow's het was ineens een ander concept. Ja, een heel ander idee van musiceren. En dat wou men eigenlijk met Focus ook. Maar ik heb in Focus altijd gemeente moeten vasthouden aan die roots die ik met Brainbox bezig en bij de Hunters bezig en bij de Soul Rockers bezig. Alleen de Focus was er voor mij weer een teruggrijpen naar de Soul Rockers daarvoor. Toen bewerkte ik eigenlijk ook klassieke melodiekjes en filmmelodieën zoals Exodus en dat soort dingen. Melodieën van Rubenstein, weet ik veel, wie ik anders in Nekvel gehad heb. Maar dat hoorde ik in Focus weer terug. Maar ik wou die authenticiteit van Brainbox weer vasthouden, van blues, van gevoelens, van intenties. Ja, die sowieso ouder zijn dan Kloppie. Ik ga een tour doen met Stanley Clark en Stuart Copeland. Ja, daar beginnen we eerst mee. En zo door tot het einde van het jaar. En dan is Sting toneel gespeeld, geloof ik. En dan gaat hij een wereldtournee doen en een cd maken. En dan wil hij graag via zijn manager Miles Copeland dat ik daar ook aan mee ga doen. Nou, dat vind ik wel oké. Nou, hoe kom je in contact met Sting? Nou, zijn manager en mijn manager zijn één en dezelfde. Amerikaan. Miles Copeland, en dat is weer de broer van Stuart Copeland, en dat was de drummer van de Police. Sting komt uit de Police. Nou, klaar, plaatje rond. Is toch goed? Ja. Je hebt het in ieder geval niet nodig om een muzikant in een poot uit te draaien. Waarom niet? Omdat die man gewoon vreselijk rijk van zichzelf is. Dus voor hem is het gewoon echt liefde voor zijn vader. Precies. En dat is ook de enige waar ik die als manager zou accepteren. Want als je dat zootje groenteboeren hier hebt, dan gaan we een jaar uit de bergen. Ik heb van Brainbox, van Focus, van noem maar op, de Hunters heb ik nooit de Cent Royalties gezien. Nooit. Nog Thijs, nog niemand niet. Nee, ik ga er niet wakker leggen om een dubbeltje of zo, en ook niet om 10 miljoen. Nee. Nee, dat is toch niet interessant? Nee, je hebt allebei de situaties meegemaakt. Wel ja, helemaal van het hele varken gevreten. We beginnen nou een paard. Ja. Nee, dat heb ik schijt aan.